deze met allemaal stipjes erop. Zo'n roller.
man is buiten bezig in zijn tuin volgens mij. Dus iedere keer hoor ik kritiek. Echt super irritant. Maar het raam staat nog open. Ik ga even het raam dicht doen. Ik denk dat het beter is. Want ik hoor nu weer getik. In een momentje, ik ben zo terug. Deze pritstift heb ik trouwens. Volgens mij, ja, gewoon van de Action ook. Het zat in zo'n pakketje waar meerdere van die stiften in zaten. Volgens mij zaten er 3 in een pakketje. Zijn jullie ook nog aan het bullet journalen? Is van de Action, maar die verkopen ze helaas niet meer. Maar ze verkopen nu echt bij heel veel zaken bullet journals, ook bij de HEMA en de boekenwinkels en zo. Die zitten vastgeplakt. Even denken hoor. Ik heb natuurlijk ook nog dit bruine papier. En deze. Jeetje. Ik weet het even niet meer. Hoe ga ik het doen? Ik denk dat ik eerst even dit ga knippen. Hier laat ik ook weer even een wit randje omheen. Ik weet niet waarom. Bestelling. Want mijn man doet altijd glutenvrij brood om
zoiets misschien. En ja, ik had eigenlijk nog een ideetje met mijn pastelstiften. Ik heb natuurlijk van die pastelstiften. Van die Stabilo stiften. En daar zag ik iets heel leuks mee op internet. Tenminste, mijn zus stuurde dat door. Dan kan je gewoon met je stift een woord schrijven.
Staat nou dus Summer. En dan zag ik dus dat ze met zo'n Stabilo fijnlijner in dezelfde kleur, dus stipjes hierin gingen zetten. Ik heb het nog niet uitgeprobeerd, dit is voor het eerst. Oh ja, dat gaat heel goed.
even een uur geen geluid maken. Je moet nou even een uurtje heel erg stil zijn. Versiering aan de bikini. En nog het broekje erbij. Het staat wel lekker zomers. Hier zou ik ook nog een leuk doedeltje kunnen tekenen. Ik ga daar een... Ja, wat ga ik daar doen? Een kreeft. Dit wordt volgens mij niks.
met zijn handjes de lucht in, zoiets. Ja, deze vind ik wat minder, maar ja. En ik ga er nog één doen. Ik ga nog een surfplank doen. Mijn zus had trouwens ook een leuk idee. Nou, ik vind die surfplank nou ook niet zo leuk. Ach ja, maar mijn zus had ook nog een leuk idee. Ze zei, kunnen we niet een Summer Doodle Challenge samen doen? Dat we elke dag, bijvoorbeeld 10 dagen achter elkaar, elke dag een verschillende zomerse zwemkleding en op dinsdag tekenen we een surfplank of een, ja, noem maar op, dingen die met de zomer te maken hebben. En dan kunnen we misschien met z'n allen elke dag een doodle tekenen. Dat neemt niet zoveel tijd in beslag en het is gewoon leuk om te doen. Je bent gewoon lekker bezig. Dus ja, dat was eigenlijk een beetje ons idee. Omdat misschien Instagram account te gaan doen. Maar het is maar een idee hoor. En misschien vinden jullie er ook helemaal niks aan. Misschien willen jullie niet eens meedoen. Dan doen mijn zus en ik het gewoon samen. Even denken hoor. Ik zit even te denken, wat wil ik nog meer? Want ik vind het eigenlijk nog een beetje te kaal. Oh ja, dit dingetje. Deze had ik ook nog. Zo'n sponsje op een stokje. Die heb ik nog niet één keer gebruikt. Die heb ik bij de Sustrene Grenen volgens mij gekocht. Die wilde ik ook eigenlijk even uittesten. Die doe ik even in het stempelkussentje. Ik weet eigenlijk niet echt wat ik ermee moet doen. Ik weet ook helemaal niet wat voor effect dit heeft. Ik ga zomaar even wat doen hoor jongens. Ik zal het wel helemaal verkeerd doen. Cirkelzaag of zo. Echt, ik hoop niet dat jullie daar te veel last van hebben. Ja. Ik denk dat je hier wel ontzettend leuke dingen mee kunt doen. Ik weet alleen niet wat, dan moet ik eens even opzoeken op internet. Misschien is dit ook leuk om met twee kleuren. Ik heb hier bijvoorbeeld ook nog
zonneschermen. Mijn zonnescherm gaat automatisch omhoog en omlaag. En iedere keer hoor ik dat ding omhoog en omlaag gaan. Dus als de zon even weg is, gaat het scherm omhoog. Als de zon er weer is, gaat hij weer naar beneden. Af en toe wel een beetje irritant, want hij piept een beetje. Je hoort hem duidelijk naar beneden gaan. En weer naar boven. Even kijken hoor. Ik zal hier nog even wat extra versiering omheen doen. Stempeltjes zijn ook van de Action. Action verkoopt zulke leuke spulletjes. Deze stempeltjes zijn ook van de Action. Zal ik het nog meer doen? Oh ja. Ik vroeg me even af of je dat wel zou zien als ik het hier weer overheen zou doen, maar je ziet het wel. Nou jongens, nou stop ik ermee hoor. Dit is de pagina in mijn bullet journal. Op zich wel een beetje een soort van rommelig geworden of zo. Maar op zich wel gezellig. Ik denk dat als ik hier met zwarte stift ook van alles nog ga opschrijven, leuke dingetjes, dan ziet het er natuurlijk ook wel anders uit. Nu is het nog een beetje kaal en een beetje leeg. Dus dit is mijn pagina in mijn bullet journal. Nou, dit is de pagina dus geworden. Met summer, met die stippeltjes, stippels.
zie je goed.